Katrien de Vries, u was een van die dames van het ballet op het podium hier bij het Witte Paard. Ja. Al heel lang bezig met je vak? Toch al een vijftal jaar ondertussen. Ja. Is dat professioneel dan? Ja, dat is professioneel. Ik ben naar een dansacademie gegaan in Nederland. En nu ben ik 5 jaar professioneel aan het dansen in België. Ja. Was dat ooit een droom van jou als je klein was? Ja, dat was altijd mijn droom eigenlijk. Vanaf dat ik 8 jaar was en ben beginnen dansen, was het toch altijd wel een droom om daarmee verder te gaan. Ja. Hoe komt het dan hier terecht in dat Witte Paard? Goh, ja, via audities en via gehoord erover praten. Andere dansers hadden auditie gaan doen en een keer komen kijken naar de show. En ja, superleuk, hè. Allemaal moeilijke pasjes allemaal? Er is een choreograaf, Gwen Hamerlink, en zij leert eigenlijk ons al de choreografieën. Moeilijk werken? Het is eigenlijk heel gemakkelijk werken, want we kennen elkaar eigenlijk super lang. We dansen heel vaak samen, ook op andere jobs. Dus ja, je kent elkaar heel goed en dan weet je wat je van elkaar kunt verwachten eigenlijk. Dus dat is wel fijn. Wat was het moeilijkste vanavond voor jou? Het moeilijkste? Een beetje concentratie houden. Toch wel wat zenuwen met de première, omdat er heel veel mensen zijn dat je natuurlijk kent in het publiek. Dus, en het is nog allemaal nieuw, hè, naarmate dat de show wat vordert, het seizoen wat verder is. Dan kent je de show supergoed, maar in het begin is het toch altijd wat wennen. Ja. En nog wat nadenken over alles. Wat nummer was het moeilijkste? Misschien toch de danssketch. De dansact van ons. Dat is een hele technische en dat is toch wel een moeilijke. Waar zat die? Begin? Eerst of het einde? Meer op het eind van het tweede deel. Ja, dat is die met die panterprint zo. Ah, het is een tijdje werken, hè, tot eind van de zomer eigenlijk. Ja. Blijf je hier dan een beetje rondgang in Blankenbergen? Jijzelf? Ik verblijf eigenlijk in Oostende. Ik heb daar een appartementje waar ik eigenlijk verblijf heel de zomer lang. Dus dat is wel aangenaam. Overdag een beetje rusten. Hopelijk als het goed weer is op het strand ook wat. En dan een show komen doen, hè. Dat is super tof. Ja, uw vaste tek, waar is het dan? Ik ben van Leuven afkomstig. Van Leuven? Ja. Klopt. Martelkleuven? Het is augustus. Dat is in augustus, maar ik zit natuurlijk hier. Dus jij moet dat missen? Ik moet het missen, maar ik zit liever hier, hoor. De 3 Degrees, iconen van vroeger. Hoe zijn die backstage? Praten die met jullie dan? We hebben daar niet zoveel contact mee. Zij komen eigenlijk een paar minuutjes voordat zij op moeten in de loges en dan gaan ze terug weg. Dus uiteindelijk met de 3 Degrees hebben wij niet zoveel contact, nee. Ja. Ik wens je veel geluk. Dankjewel. Dank je.